Ça, oui, madame, oui, oui. Je weet hoe dat ik u als directeur waardeer, hè, madame. Ja, de tweede week van februari. Février, oui. Février. Quoi? Non, 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 non. Ik verzeker u, madame, dat ik dat gat op de scène zal dichtmaken. Nee, nee, dat gatje gaat me dicht doen. Bibi, je comprends, je comprends. Ja, 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 dat moet ze hier gedaan hebben, hè, joh. Ja, zeker, hè. Ja, 5 meters, dat is diep, hè. Dat is diep, hè. Binnen, binnen. Nee, 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 nee. Nee, nee, dat komt in orde. Dus dat is dus geregeld, hè. Natuurlijk, madame, natuurlijk. Au revoir, madame. Au revoir et merci, hè. À bientôt, hè. Au revoir. Dag, meneer. Dag, meneer. Dag, meneer. Ah! Bonsoir, Léon, ça va? Meneer. Alles goed? Nee, 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 dat zeker dat. Meneer, het is voor te vragen of dat u geen speciale nummer nodig hebt voor uw theater. Léon, wacht. Oui, petit moment, hein. Ja, er is er een. Ik ben bezig, hè, manneke. Ja, het was... Nee, ik ben bezig, excuseer, ja. Ik heb nog geen taart. Het was voor even te vragen of dat u geen speciale nummer nodig hebt in theater. Meneer, een speciale nummer, dat kan ik van mij. Een speciale au revoir et merci. Nee, nee, het was hier iemand, Leon, laat maar. Nee, dat is dus een ventje dat er binnenkomt waren. Het is een speciale nummer. Dat is niet waar, hè, jongens. Leon, wacht even. Ik zal even terugbellen, hè. Ja, ik zal terugbellen. Ja, wat is het nou? Het is voor de vraag of dat u geen speciale nummer nodig hebt voor in theater. Een speciale nummer? Ik heb een speciale nummer. Ja. En wie is u? Heb u mij nooit gekend? Ik heb u nooit gezien of gekend. Dus, Ik heb altijd een antrakse geweest, hè. Hoe? Een antrakse. Een antrakse. Ik was René met zijn gedresseerde varkens. Meneer, dat is hier een opera, hè. Dus we gaan beginnen over varkens. Ja, dat is hier een opera. In een opera geen varkens, hè. Vroeger had ik een nummer met varkens. Ah, ja. Nu heb ik een ander nummer. Ja, maar wat is dat voor iets? Vroeger had ik een nummer met varkens. Eerst, heb je mij niet gekend? Ik heb nog een foto van mij. Dat is met mijn varkens. Ah, dat ziet er goed uit, hè. Die werkte dus met 7 varkens. Nee, met 6. Ik stond ertussen, nee. Oh, ja, ja. Nee, dat is de kik, hè. Ja. Ja. Nee, nee, het was mij opgevallen, zie. Het was mij niet opgevallen. Met 6 varkens, dat is goed. En, alsjeblieft, waar hebt u overal gewerkt? Overal. Overal, waarom? Overal. Ja, jammer. Waarom? Waar is overal? Overal. In, Waarom? In, In Berlijn. Ah, in Berlijn, dat is goed. En waar nog? In, Ja. In dingen, in Berlijn. Ah, ja. En heb je nog even vast gewerkt? In Berlijn. En die dingen, heb je al in Berlijn gewerkt? Dat zou ik nog vergeten. Ah, van. En heb ik ook gewaard. En heb ik wel gewaard. In Berlijn, ja, ja. En heb je dus misschien nog een paar datums vrij voor 85? Ik zal eens zien, hè. Ja. In een boek, hè. Ja. Je ziet eens, hè. In 85. 85. Ja, dat zal er met zijn poeten nooit aan gezien. Oh, ja. Ja, ja. Je hebt nog een paar datums. Allemaal. Allemaal. Ja, allemaal. Ja, het verwondert mij niet, hè. Want als ik dat zo eens bezien... Ik weet het niet, hè, jongen. Ik weet het niet, hè. Dat koppeke, dat is het niet, hè. Ik vind dat koppeke. Ik heb geen fysionomie, verstaat het? Er staat niks. En je hebt geen haar ook niet, hè. Je hebt geen haar, hè. Nee, nee, ik bedoel hier. Hier, baard niet. De mensen willen aan zien, de mensen willen baarden zien. Zijn normaal, zijn normaal. Hier staat dit. Hier staat dit. Waar staat dit? Daar. Is ik toevallig nog een foto van mij zonder baard? Zie nou. Allee, kom. Zijn hij zielig? Ja, ja, mijn baard is beter. Dat zeker wel. Je ziet minder van uw gezicht. Oh, ja.
maar niet beledigend worden, niet beledigend worden. Hey, wat is nu een speciale nummer? Kom, laat het vragen, wat heb je vertaald? Nou, ik heb een kassin, hè? Ja. En die leggen koop met een kop. Ja. En dan mag er iemand van het publiek met een namer die kassin kapot kloppen. Zeg dat nog eens. Een kassin, een grote kassin, die koop met een kop. En iemand mag met een namer zo die kassin kapot kloppen. Meen je dat? Ja. Dat heb je nooit gezien. Nee. Dat heb je nooit gezien. Dus de kassin kapot op mijn kop. Kun je dat even zo demonstreren? Ik heb een bang, hè, meneer. Het is niet te geloven, hè. Oh, je hebt een bang. Dus de kassin uit de kop. Het dossier. Dat is de kassin. Eerste. Wat is dat? Dat is uw namer, hè. Oh, ik mag het doen. Ik mag het gaan uitklappen, hè. Ja. Zijn de kassa? Ja, ja. Die is een goede, meneer. Een zware klomp. Zit je nou ook zo op een kop? Op een kop, hè? Zo, hè? Ja, ja. En dan ga ik zo zitten. Ja. Zo, hè? En dan moet ik gaan kloppen, ja, hè? Ja. Op mijn kop. Nee, op de kassa. Op de kassa, op de kassa, op de kassa. Ja. Pas op, hè? En niet op mijn vingers kloppen. Nee. Dus mag kloppen, hè? Ja, ga maar kloppen, hè? Het is niet te geloven, hè? Pas op, ik zit er, hè? Ja, hup! Het is vliegend, hè? Meneer, proficiat, dat hebben we nooit gezien. Het is niet te geloven, meneer. Ik mag van u een verdet, meneer. Een grote verdet maken van u. We willen verdienen. Een 500 frank. Wat? 500. 50 frank. 50.000 frank, meneer, wat ik ga van mij verdienen. Het is niet te geloven, ik heb het nooit gezien. Meneer, ik ga van mij horen. De contracten zullen bij u thuis bestellen. Ja. Het is ongelooflijk. Ik heb het nooit gezien. Nooit gezien. Formidabel, hè? Aha, in die valies, dat zit vol met kassaien zeker? Nee. Wat zit er dan in? Poeiertjes voor de kop hangen. Ja.